We moeten het hebben over Facebook. 5 jaar geleden was Facebook voor veel mensen nog vooral een beetje scrollen op zoek naar bikinifoto's in de mappen vakantiefoto's van de moeder van Bianca van Wageningen uit VSSA. Oké, is misschien een beetje persoonlijk dit, maar waar ik naartoe wil is dat Facebook, net als de moeder van Bianca van Wageningen, flink is doorgegroeid. Facebook blijft hard groeien. Dagelijks loggen nu bijna 1 miljard mensen in op het sociale netwerk. Blijkt uit kwartaalcijfers van het bedrijf. Aantal gebruikers groeide de eerste 3 maanden van dit jaar tot meer dan 1,6 miljard. 1,6 miljard gebruikers wereldwijd. En in Nederland bijna 10 miljoen. Dat is dus iedereen, behalve baby's, bejaarden en van die mensen die zeggen: nee, ik heb geen Facebook. Als ik mensen wil spreken, ga ik wel thee met ze drinken in de stad. Verder iedereen. Facebook is gigantisch. En daar hoort ook een grote verantwoordelijkheid bij. Ten opzichte van alle gebruikers. U, ik en Ronnie Ruisdaal. Dit is hem. De koning van de Polonaise. De enige man in Nederland die zijn eigen bakkenbaarden kan likken. La, 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 la. Schitterende clip, schitterende clip. Maar Facebook dacht daar anders over. Zij vonden de clip van Ronnie aanstootgevend en gek genoeg niet vanwege de muziek, maar vanwege dit shot. Dit shot dus, dit décolleté, heeft ervoor gezorgd dat Facebook die hele clip offline heeft gehaald. What the fuck, Facebook? Ronnie Ruisdaal is niet zomaar iemand. Hij is de koning van de Polonaise, hè? Daar loopt iedereen achteraan. Maar ik vind dit erg. En vooral, ik snap het niet. Waarom doet Facebook dit? Nou, het liefst zou ik nu iemand van Facebook spreken en vragen waarom censureert Facebook de clip van Ronnie Ruisdaal? En Ronnie Ruisdaal staat op zich niet op zichzelf. Dat zou gek zijn als de koning van de Polonaise trouwens. Maar nee, Facebook censureert wel vaker. It was one of the most famous war photographs in history, but now Facebook is coming under steep criticism for censoring it. A Norwegian newspaper says that it was asked to remove this famous image from its Facebook feed. Facebook censureert een van de meest iconische foto's ooit. Het beeld van de Vietnamoorlog, omdat er naakt op te zien is. En zelfs deze foto van een standbeeld van een zeemeermin is volgens Facebook veel te aanstootgevend. Oh, Ariel. Is dat Sebastiaan in je broek of ben je gewoon blij om het te zien? En dit waren dan nog beelden, maar Facebook censureert ook ideeën. Het Facebook-account van PvdA-Kamerlid Kate Klikyusel werd verwijderd toen ze er kritiek in uitte op de beknotting van de vrijheid van meningsuiting in Turkije. Facebook verwijderde niet alleen de post, maar zelfs het hele account van Yücel van een Nederlands Tweede Kamerlid. Vanwege superschokkende zinnen zoals: wij mogen onze vrije meningsuiting nooit onder druk laten zetten. Poeh, edgy shit. Oh, dat moet je maar durven, dat soort shit. Wow. En bovendien, het is ook tamelijk ironisch dat juist een oproep tot vrije meningsuiting wordt gecensureerd. Alsof iemand zegt: ik ben principieel tegen mensen in het gezicht slaan. Hoor je me? Hoor je me? Snap je wat ik bedoel? Ik snap niet waarom Facebook dit verwijderd heeft. Dus ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan Facebook. Vraag 2. Waarom censureert Facebook een betoog voor vrije meningsuiting? Nu kun je zeggen: Facebook is een commercieel bedrijf, die mogen zelf bepalen wat ze op hun site zetten. Maar Facebook is geen normaal bedrijf. Het is de grootste informatieboer ter wereld en wordt een steeds belangrijkere nieuwsbron. Saskia, pakken ze onze banen in. Ik heb een jongen thuis, mijn pleegzoon, die is 21, die wil dolgraag werken, die krijgt geen werk. En hun krijgen over 4 maanden straks werk. Waar zijn we dan mee bezig? Maar wie zegt dat zij over 4 maanden werk krijgen? Dat heb gestaan op Facebook. Oké, dit is 1 mevrouw en een oogpotlood. Maar dit is wel precies wat er aan de hand is. In Amerika is Facebook al de meest gebruikte nieuwsbron voor politiek nieuws. En ook in Nederland gebruikt 36% van de mensen Facebook als nieuwsbron. En voor de Nederlanders onder de 35, dat was ik vroeger ook. Is dat zelfs 45%. De oplages van kranten dalen als een gek. En Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, wil die rol overnemen. Hij wil een nieuwsmonopolie. Nieuwsmonopolie. Dat is de engste combinatie van woorden sinds Knevel en Van den Brink. En dat lukt ook nog, want ga maar na. Nooit in de geschiedenis van de mensheid was één bedrijf zo dominant in de nieuwsvoorziening. En juist dat bedrijf doet dus aan censuur.
En Facebook bepaalt niet alleen wat je niet leest, maar ook wat je wel leest. Alsof het een nieuwswebsite is. En welk nieuws en welke berichten je ziet, wordt bepaald door een zelflerend algoritme. Een soort formule met duizenden variabelen. Zondag met Lubach klinkt vet heftig, maar wat betekent het voor mij? Goed dat je het vraagt. Nou, dit betekent dat als je de foto's van je ex altijd liked, omdat je helemaal over de heen bent, dat je dan vaker berichten van je ex te zien krijgt. En als je snel over de Aura-foto's van de kat van de buren die niet in 9/11 gelooft heen scrolt, krijg je die voortaan niet meer te zien. En bij nieuwsberichten werkt het net zo. Als jij vaak op dingen klikt over Jesse Klaver, zul je steeds meer berichten te zien krijgen over Obama. Ik bedoel Jesse Klaver. Jesse Klaver. En zo ontstaat verzuiling. Digitale verzuiling. Iedereen ziet alleen nog maar nieuws dat zijn of haar wereldbeeld bevestigt. Want dat heb gestaan op Facebook. En nu denk je, Arjen, internet is niet alleen Facebook. Nee, maar wat Facebook betreft komt daar snel verandering in. Facebook wil uiteindelijk dat de hele wereld online gaat via Facebook. In Amerika gaat Facebook gratis internet aanbieden. En hier, dit is ook een echt plan, Facebook wil drones met draadloos internet laten vliegen boven Afrika. Die moeten dan concurreren met een ander echt plan, de luchtballonnen van Google, en met een iets minder echt plan, de wifi-onderzeeërs van de correspondent. Dat is alsof McDonald's overal snelwegen aanlegt, maar dat je dan eerst bij elke oprit eerst door een McDrive moet rijden. Dat klinkt als het beste idee ooit, maar nee, het is het beste idee ooit! Facebook wil dus de totale controle over wat we lezen en dus uiteindelijk ook wat we weten. Dus mijn laatste vraag aan Facebook is, is het niet eng als één bedrijf het monopolie heeft op nieuws? Nou, ik heb een heel mooi lijstje met vragen. Misschien nog één vraag erbij. Hey man, hoe is het? Ja, het is gewoon netjes, toch? Als je het even, vind ik even netjes dat je vraagt hoe het met iemand gaat. Nou, ik heb mijn vragen, dus ik dacht, ik ga Facebook bellen. Nou, dan kijk je op Facebook, maar daar is nergens een telefoonnummer of een e-mailadres te bekennen. Wel een forum, de support inbox, en daar kun je vragen stellen aan de community. Maar een van de meest gestelde vragen daar is meteen al, how do I contact Facebook? How can I contact Facebook? Emergency, need contact info for Facebook. How do you contact a human being at Facebook? Dus Facebook werkt zelf dus niet mee. En zoek je op een telefoonnummer en Facebook, dan vind je een vrij obscure website waar iemand zegt, na maanden zoeken ben ik achter het helpdesk telefoonnummer van Facebook in Nederland gekomen. Een nummer in Utrecht. Nou, heel goed. Dus ik heb dat nummer gebeld. Hartelijk dank dat je het team van Facebook Marketing Solutions hebt gebeld. Het is een Belg. Als je voor het eerst adverteert op Facebook en wilt leren hoe Facebook je kan helpen je zakelijke doelen te behalen, nee. Toets 1. Nee. Voor alle andere vragen, toets 2. Ah, 2 dan? Dit gesprek kan worden op. Je hebt nu contact met het team van Facebook Marketing Solutions. Nee. Dit telefoonnummer is bedoeld voor nieuwe adverteerders. Voor alle andere vragen kun je het Facebook Helpcentrum bezoeken via www.facebook.com/help, waar je contactadressen vindt en antwoorden op een heel groot aantal vragen. Hartelijk dank. Hallo? Hallo? Ze hangen gewoon op. Dit schoot dus helemaal niks op. Nou, iets langer googlen met een klein legertje zondag met Lubach-stagiaires levert al iets meer op. Want... I love them. Want de PR van Facebook wordt in de Benelux blijkbaar gedaan door een extern bedrijf dat 67 Communicatie heet. Kijk, hier zie je op hun site dat ze Facebook tot hun klanten mogen rekenen. Yes, ik kan eindelijk mijn vraag stellen. Nou, even kijken wat voor bedrijf dat dan is. Welkom bij PR en communicatiebureau 67 Communicatie, sterretje. Spreek uit als 67 Communicatie. Dus, het is vaak een slecht teken als een communicatiebureau direct onder de naam moet uitleggen hoe je de naam uitspreekt. Maar, en eigenlijk moet er dan nog een sterretje bij. Sterretje, die streepjes bij 67 spreek je niet uit. Dus niet 7-60 sterretje. Sterretje dus eigenlijk gewoon zoals het er staat, 67. Sterretje, nou de homepage is af, ik ga weer even door. Prachtig. En dit is het team van 67 in Weesp. Hans, Damaris en Charlie, de kantoorhond. Wauw, de communicatie van de hele Facebook Benelux met meer dan 15 miljoen gebruikers wordt gedaan door 2 mensen en een golden retriever. Oké, het klinkt een beetje karig, maar het is er dan wel weer gezellig. Moet je kijken op hun website. Je kunt ook altijd gewoon even komen aanwaaien voor een lekkere kop koffie. De lekkerste uit de hele buurt, vinden we zelf. En schuif op vrijdag gezellig aan bij de lunch voor een warme lekkerbek of een garnalenkroket. Geef je bestelling tegen 12 uur door, dan komt het goed. Je bent overigens elke dag welkom voor de lunch.
dit is een tip voor mensen die in Weesp wonen. Als je geen lunch in huis hebt, kun je om 12:07 bellen dat je een warme lekkerbek komt mee eten. Echt doen, hoor. Nou, dat klonk zo leuk, die ben ik ook gaan bellen. Hallo, this is the voicemail of Damaris Beams. Please leave a message after the beep and I will... Tot nu toe niet heel bereikbaar voor een communicatiebureau. Hallo, this is the voicemail of Damaris Beams. Hallo, this is the voicemail of Damaris Beams. Hallo, this is the voicemail of Damaris Beams. Hallo, this is the voicemail of Damaris. Hallo, this is the voicemail of Damaris. Hallo, this is the voicemail of Damaris Beams. Please leave a message after the beep. Please leave a message after the beep, 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 beep. And I will call you back as soon as possible. Yes, hello, Damaris. This is Arjen Lubach. I'm giving up right now. We hadden heel graag gehad dat iemand terugbelde. Misschien jij, of anders Hans, of desnoods Charlie, die hond op de website. Oh, trouwens, we komen morgen wel meelunchen met de hele redactie. Even kijken, 20 lekkerbekjes, 16 garnalenkroketjes. Doei, tot morgen. Het lijkt dus echt onmogelijk om gewoon een paar simpele vragen aan het grootste mediabedrijf in Nederland te stellen. Andere grote mediabedrijven leggen toch ook gewoon verantwoording af? Althans, dat ben ik gaan checken. Pieter Klein. Hoi, Pieter met, ik bedoel meneer Klein met Arjen Lubach van Zondag met Lubach. Dag meneer Lubach. Hallo. Ik heb een beetje een vreemde vraag, maar zou jij het een idee vinden om een keer bij ons in de studio langs te komen in het komende seizoen om eigenlijk verantwoording af te leggen over al jullie keuzes en jullie beleid en de visie van RTL Nieuws? Ja, graag. Leuk. Oké. Over hoe jullie rol zien in het Nederlands medialandschap. Dat zou ik heel fijn vinden. Dat leg ik graag eens uit. Heb ik wel slecht nieuws? Het was hypothetisch. Oh, natuurlijk. Dat doe ik heel graag. Verantwoording, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat hoort bij ons vertellen wat we doen en waarom. Ja, dat weet ik niet. Dat is een beetje omslachtig, denk ik. Ik ben erg druk en dat kost me de tijd. Wij zijn dus in Hilversum, denk ik. Wij zijn in Amsterdam. In Amsterdam, ja. Dat gaat te veel tijd kosten. Oké. Al die belangrijke Nederlandse media weten niet hoe snel ze zich aan mijn bureautje moeten melden. Behalve Barneveld vandaag natuurlijk. Die hebben wel wat beters te doen. Dat snap ik. Dat snap ik. Maar dat moet Facebook toch ook gewoon kunnen? En ik krijg ze niet eens aan de lijn. Maar goed, ik en mijn legertje Zondag met Lubach Google stagiaires vonden na een paar dagen zoeken uiteindelijk op een subwebsite van 67 een pdf over adverteren op Instagram met onderaan een telefoonnummer van iemand die de communications van Facebook Benelux zou moeten verzorgen. Dus wat denk je? Nou, ik naar de kroeg, keihard zuipen. Nee, natuurlijk niet. Ik ging gewoon bellen. Hallo, is dit... Ja? Hoi, je spreekt met Arjen Lubach van Zondag met Lubach. Hoi. Hoi. Jij bent toch degene die de baas is van PR Facebook Benelux? Zeker. Wij willen graag namelijk de baas van Facebook uitnodigen om in onze uitzending te komen praten. Ah, oké. Okay. Wie is de baas van Facebook Nederland? Het ligt een beetje aan waar je het over wil hebben. Want je hebt de baas van de advertentiebusiness, zoals Arno Lubben. Maar, en wie is echt de eindverantwoordelijke? Zeg maar ook qua beleid. En Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Ja. Heb jij zijn 06 voor me? Nee, maar en wie is degene die bijvoorbeeld iets kan zeggen over, over mijn tijdlijn en mijn feed en wat ik zie op Facebook, het nieuws dat aan mij wordt gepresenteerd? We hebben niet iemand in Nederland die Nederlands spreekt die wat kan vertellen over zeg maar je nieuwsfeed. Ja, eigenlijk viel het ons op dat de andere, de reguliere en wat mainstreamere, oudere media eigenlijk allemaal een gezicht hebben die zichzelf verantwoorden. En die zo af en toe eens aanschuiven. Maar dat we bij Facebook eigenlijk niet het idee hebben van, oh, dat is iemand die zo af en toe eens komt vertellen over hun beleid. Alsof er iemand is
soort van grote Oompa Loompa die niet bepaalt wat je ziet. Wat je niet, het is gewoon natuurlijk gewoon een algoritme wat dat doet. Heb je zelf wel eens diegene ontmoet die dat algoritme bepaalt? Of de afdeling die dat beleid bepaalt? Ja, ik vind het leuk. Ik denk in Oompa Loompa. Ken je het bureau 67? Ja, ja, dat is ons oude bureau. Oh, dat werkt niet meer? Nee. Oh, dat staat overal op internet dat die nog de PR voor Facebook doen. Oh, dan moet ze even bellen. Nee, ja, dat zou ik proberen, maar dat probeer ik al de hele ochtend. Jij denkt dus niet dat er iemand is, een Nederlands sprekend iemand, of desnoods een Amerikaans iemand, die bij ons in de uitzending kan komen uitleggen hoe het algoritme werkt en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt? Nee. Nee, oké. Okay. Nou ja, dat is duidelijk. Ik krijg geen Oompa Loompa te spreken. Dat is geweldig. Ja, andere bedrijven noemen dat gewoon werknemers, maar oké. Okay. Facebook verschuilt zich dus achter een of ander algoritme in Amerika. En Facebook Benelux heeft dus wel een directeur, Arno Lubbren. Maar die zit er niet voor de gebruikers, maar alleen voor de adverteerders. Trouwens, wacht eens even. Arno Lubbren? Arjen Lubach? Volgens mij heb ik die naam verzonnen in 2005... toen ik een nepprofiel aanmaakte om stiekem mensen te porren. Wat? En dat nepprofiel heeft zich dus helemaal opgewerkt tot Facebook-directeur? Dat algoritme is crazy! Maar goed, Facebook wil dus niet uitleggen waar ze mee bezig zijn. Ze zijn het grootste mediabedrijf ooit en ze bepalen onze kijk op de wereld en ze willen alleen maar meer. Dat één bedrijf zoveel macht heeft is al vreselijk eng, maar ze zijn dus zelf ook nog eens volstrekt onbereikbaar. Het is eenrichtingsverkeer. Dus ik zou heel graag hier aan de Zondag met Lubach Desk van iemand van Facebook antwoord willen op deze vier vragen. Dat moet toch kunnen? En jullie kunnen me hiermee helpen. Op dit moment staat op onze website zondagmetlubach.nl en onze Facebookpagina deze foto. Hey Facebook, Arjen heeft wat belangrijke vragen over jullie visie en daarvoor wil hij een van jullie Oompa Loompa spreken in de studio. Gewoon face to Facebook, jullie hebben zijn nummer. Neem ik aan, vraag anders even aan WhatsApp. Neem je verantwoordelijkheid en kom langs. Help me alsjeblieft in deze zoektocht door allemaal deze foto te delen en te posten op je Facebook-wall. En hopelijk komt er dan iemand langs bij mij in de studio. En dan zorg ik voor warme lekkerbekjes en garnalenkroketten. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Leuk dat je keek. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat kan door te klikken. Normaal vind ik klikken niet zo netjes, maar nu mag het. Klikken.